Nou, dat is hem. Ja, dankjewel. Ja. Nou, we gaan er weer voor zorgen. Oké, geweldig. Ja. Nou, het grappige is, er zitten allemaal losse onderdeeltjes aan, stukjes hout. En nu heb ik aan de achterkant heb ik alles vastgeschroefd. En aan de achterkant van het werkstuk zit een aantal foto's. Waarop precies staat hoe het eruit moet zien als het hangt. Bent u niet bang dat het afbreekt? Ja. Ja. En dan? Ja. Dan geeft een andere titel of zoiets. Ik vind het helemaal niks, hè? Ik ben al een keer een dijk afgelazen. Voor mijn werk maak ik gebruik van toevallig materiaal. Dus alles wat ik vind en denk te kunnen gebruiken, dat neem ik mee. Nou staat er op uw site, mijn werk gaat nergens over. Nee, klopt. Mijn werk gaat ook nergens over. En ik heb dat er op een gegeven moment heb ik dat er opgezet. Omdat ik het zo zat was dat ik elke keer iets over mijn werk moest vertellen. Vindt u al uw eigen werk mooi? Of maakt u ook wel eens dat u denkt, nou... Ik heb wel eens eigen werk gerecycled. Ik had één werkstuk naar New York. Ik heb er drie werkstukken heb ik ingezonden. En dan gaat er daadwerkelijk eentje naar de gallery, de Broadway Gallery toe. Het werkstuk wat in New York gaat heet Voor de horizon ligt een eiland en daar staat mijn fiets. En die Amerikanen dachten natuurlijk een enorme leuke romantische filosofische titel. Maar ja, ik weet het niet. Kan die ook niet altijd serieus zijn. Gaat ook nergens over? Gaat nergens over, nee. Geen fiets te zien? Nee, waarschijnlijk niet. Het is ook, ik weet het niet. Nee, ik weet niet. Hoe zouden ze dat vertalen in New York? Ik denk iets before the horizon, there is an island. That's where my bike is. Of zoiets. Thank you.